Hartelijk welkom mensen bij zijn boodschap in de provincie verdieping 1. De vier evangelie en het nieuwe hoofdstuk. Matthäus hoofdstuk 21 gaan we behandelen. Met natuurlijk de andere hoofdstukken van Marcus, Lucas en Johannes. En zoals je ook weet, we gaan weer bidden, God vragen om kracht van boven. Want het is natuurlijk heel belangrijk dat wij die hervormingsperiode... Die vijfde hervormingsperiode ten opzichte van die zevende hervormingsperiode goed herkennen. En daar ook uit leren wat God van u en van mij verlangt. Mijn verzoek is daarom ook aan u, ook thuis, of u met me mee wilt bidden, dat we samen die Heilige Geest afsmeken van onze geliefde God de Vader en de Heer Jezus. Zullen we samen danken en bidden. Lieve goede getrouw, God de Vader, lieve Heer Jezus, we komen weer voor uw heilige Aangezicht bij dit nieuwe hoofdstuk van Matthäus, hoofdstuk 21. En om u te smeken en te vragen of u ons helpen wilt. We zijn u ook al dankbaar dat u ons geroepen hebt, maar wij hebben uw hulp zo hard nodig. Kom met grote kracht over ons, dat we mogen gaan zien wat u allemaal hebt bedoeld. Hoe u ons juist ook in de tijd dat u hier op aarde was. Juist voor de kruising ons voor wilt bereiden op dat grote moment. Dat hoogtepunt van de geschiedenis, dat u uw spade regen nog eenmaal uitstart en uw oprechte kinderen in alle kerken nog eenmaal worden geroepen. Vader in de hemel, kom met grote kracht, want er hangt veel vanaf. Niet van ons mensen in die zin, maar van u. U bent degene die het willen naar werken moet doen. En u bent degene ook die ons wil veranderen naar uw beeld. Kom daarom met grote kracht over ons. Dat we uw werk ook naar uw welbehagen straks kunnen voltooien. Dit alles bidden we niet omdat wij dat verdiend hebben, of ook maar iets kunnen. Maar uit uw grote genade, uw grote liefde en uw trouw bidden we dat. Om Christus Jezus wil. Amen. We gaan Gods woord weer openen. Kijken natuurlijk naar Matthäus 21. Het eerste vers. En we gaan er weer helemaal doorheen. Er staan bijzondere dingen ook weer in. Het ene is wat duidelijker dan het andere. Maar toch, we kunnen hier ook heel veel weer uithalen. Vandaar. is het belangrijk dat we weten. en goed gaan beseffen en begrijpen. dat Jezus Christus hier als profeet was. en dus ook profetische uitspraken heeft gedaan voor onze tijd. En hij werd zo ook genoemd. Vandaar dat ik ook elke keer even een tekst daarvoor heb. dan ziet u. Dat ze Heer Jezus ook herkennen als de profeet. Want hoe bijzonder is de manier waarop Jezus als profeet werkzaam was? Daar willen we het elke keer over hebben. En hier hebben we een tekst uit Johannes. De vrouw zeide tot hem, Heer, ik zie dat gij een profeet zijt. Dus het was al onbekend dat onze geliefde Heer Jezus een profeet was. Ook God, nogmaals, houd dat vast. En daar hebben we het al uitgebreid over gehad. Maar ook een profeet. En dus voor ons iets heeft te zeggen. Want we hebben natuurlijk hoofdstuk 20 gehad. Logisch. En nu 21. En daar zit ook een beetje een kantelpunt in. Tussen hoofdstuk 20 en 21. Laten we maar eens kijken. In welke tijdsperiode komen we nu? Dus bij hoofdstuk 21 van Matthäus. Dat is de luide roep start. Dat kunnen we gewoon uit die tekst zien. We hebben in Matthäus hoofdstuk 20 gezien dat de blinden geroepen moeten worden. En dat God hier oprechte, onzelfzuchtige arbeiders voor nodig heeft. De toets wordt dan aan ieder gedaan. We kunnen nu goed begrijpen dat we in de periode van de luidroep terecht gekomen zijn. Dus juist in de zevende hervormingsperiode. Houd de vergelijkingen steeds goed voor ogen. Waardoor er steeds meer te ontdekken valt in deze vijfde hervormingsperiode van Jezus leven op aarde. Dus vandaar ook, we lezen natuurlijk de vijfde hervormingsperiode, maar we ontdekken ook heel veel uit die zevende periode erin. Er zijn nog meer verbanden in dit hoofdstuk te ontdekken, maar we kunnen niet alles behandelen in verband met de tijd. Laten we dat ook met z'n allen. ...inzien dat we natuurlijk niet alles kunnen behandelen. En het is natuurlijk ook nog mooi voor u... ...dat u bepaalde punten nog weer ontdekt. Daarin zei, hé, hey, dat is niet behandeld, maar ik zie dat er ook in. Vandaar dat ook niet alles behandeld kan en hoeft te worden. Dan blijft er ook nog iets voor u over om te ontdekken. We gaan eens kijken... ...weer... ...die profetieën. Hoe belangrijk dat is. Wat, wat is het belang daar nu van? Natuurlijk zijn er in... 1840, 1844... heel veel ontdekkingen gedaan... in de profetieën. Maar... juist E.G. White heeft ook gezegd... blijf onderzoeken. Dat is een belang van ons. Binnen Gods laatste gemeente. Want daardoor zult u ook meer zien... en ook meer ontdekken. En dat wordt ook van ons verwacht. God verwacht van ons... dat wij bijbelstudenten zijn. En blijven onderzoeken. En, en spitten naar... Die goudaderen, om die uit die Bijbel weg te halen. Laten we maar eens lezen hoe zuster White dat uitdrukte. Want wat is het belang om dagelijks de profezieën te bestuderen? Komt uit Daad bij het woord, bladzijde 44. Sommigen zullen de profezieën bestuderen. God heeft een volk dat in geloof en hoop de snel in vervulling gaande profezieën. Bijhoud. Let op, bijhoud. Dus dat houdt in, door de tijd heen komen telkens nieuwe profetieën erbij. Zij trachten hun ziel te zuiveren door de waarheid te gehoorzaam. Opdat ze niets zonder bruiloftskleed gevonden zullen worden, als Christus zal verschijnen. Dus dat bijhouden van de profetieën houdt impliciet in dat er profetieën alweer voltooid verleden tijd zijn. En een mooi voorbeeld daar bijvoorbeeld is in Daniel 11, vers 40, 45. Wij zijn al beland in Daniel 11, vers 41a. Ah, dat is al voltooid verleden tijd. We moeten nu naar Daniel 11, vers 41b al toe. En dan begint ook de, de luide roep. Dus let op mensen. Er zijn nu geen profetieën meer. In die zin dat we nu tot Daniel 11, vers 40... En 41a al hebben gehad. Dus hou daar rekening mee. Dat die laatste provinciën nog in vervulling gaan. Dat klopt, die houden wij nu bij. Maar er hoeven geen grote dingen meer te gebeuren in deze wereld. Alleen de luidroep natuurlijk. En daar zitten we nu nog niet in. Alhoewel natuurlijk we er ook al in kunnen zitten. in de tijd gezien. Dat deze presentaties veel later worden gezien. Dus hou er rekening mee. U bent degene die de profeetier bijhoudt. Dus net zoals op school nieuwe ontwikkelingen op school komen, dan houden mensen dat ook bij. Wat zijn de nieuwe ontwikkelingen? Als we alleen maar stil blijven staan bij hetgeen wat we op school hebben geleerd of universiteiten hebben geleerd, dan lopen we op een bepaald moment natuurlijk ook achter. Heel logisch vinden we dat. Maar zo is dat ook bij Gods woord. Als we niet meer onderzoeken en niet meer studeren en, en gaan begrijpen wat God heeft bedoeld, dan lopen wij achter. Heel veel mensen kunnen... Daniel 11, vers 40 tot en met 45 kennen ze gewoon niet. Hebben ze er nooit van gehoord. Terwijl die profetieën in vervulling aan het gaan zijn. Dus hou daar rekening mee. Voor jezelf. De ommekeer in het werk van Christus en van Gods dienstknechten. De 144.000. Want de laatste reis vanuit Galilee was dat. Toen het einde van zijn dienstwerk naderde er een verandering in Christus wijze van optreden. Tot nu toe had hij getraagd drukte en openbaarheid te vermijden. Hij had het eerbetoon van de mensen geweigerd en was snel van plaats tot plaats gegaan wanneer geestdrift van het volk ter zijner gunste zo oplaaide dat ze niet meer te bedwingen scheen. Steeds weer had hij bevel gegeven dat niemand mocht verklaren dat hij de Christus was. Maar, dit was niet het geval bij zijn laatste reis. En hij dus ook in zijn werken verandering aanbracht. En dat zult u begrijpen. Dat is heel duidelijk in wat voor tijd we nu zitten. Dus in die luidroep, er komen veranderingen in de werkzaamheden. Ook voor Gods oprechte kinderen die die luidroep moeten gaan brengen. De 144.000. Dus een duidelijke Overeenkomst voor Gods kinderen die de luider op moeten brengen en ook in Jezus zijn leven. En wij zijn dus nu in die laatste reis beland. En ook in de laatste gebeurtenissen op deze aardbol. In theorie, maar misschien ook al in praktijk. Dus het kan best zijn dat we al in die tijd zijn beland. En laten we dat overzicht nog één keer snel doorlopen dat we dat goed helder hebben voor elkaar, wat die laatste gebeurtenissen zijn op aarde. De laatste gebeurtenissen op aarde, de Jacobsbenauwdheid. We hebben al gezegd, we hebben hier een lijn staan, daar gebeurt alles op, die zwarte lijn. Onderzoek het oordeel. Weten wij, 1844, de 2300 en morgens. Tijd van het einde, de drie engelenboodschappen. Met daarbij die duizend jaar millennium daar vindt alles tussen plaats, want de nationale zonderswet is afgekondigd. En op dat moment, dit punt, bevinden we ons dus nu in de tekst. We gaan op naar de Jacobsbenauwdheid. De verzegeling van 144.000 komt daar. Jacobsbenauwdheid laat de regen wat ontvangen. Ook door de 144.000, maar ook door Gods oprechte kinderen in Babylon. Maar de duivel zit ook niet stil. Dus let op: daardoor krijgen Gods oprechte kinderen. zowel in de Babylonische kerken, de omgeving. als in Gods laatste gemeente, de Laodizenden. enorm veel tegenstand. Op wat voor manier dan ook, maar. En dat hebben we hier en daar ook al besproken. En dan hebben we het over de kleine Jacobsbenauwdheid. Gaat uit van haar, mijn volk. Dat houdt dus in. Dat de zondagswet bekrachtiging, verplicht zondag houden, eerste werkdag van de week is dat, nog niet van kracht is, maar wel dat die verdrukking daar is. Ook in de kerken, maar ook vanuit regeringswegen. Het overblijfsel blijft over op een bepaald moment, vlak voor die grote Jacobsbenauwdheid die we nu tekenen. Die staat hieronder afgebeeld. En dan komen ook de zeven plagen met het doodstekreet. En tussen de zesde en zevende plaag komt de Heer terug, dat weten wij. En ook is daar nog een kleine vooropstanding, waar we het nog over zullen gaan hebben. En wat weten we dan? Dat de wederkomst van Christus op handen is. Dit is wat er staat te gebeuren. Deze plaat hebt u gewoon bij de hand, kunt u gewoon nakijken en ook visueel maken voor uzelf in wat voor tijd we nu leven. Dus het is belangrijk om te weten. dat we nu spreken over deze tijd. vanaf hier en deze tijd. De kleine Jacobsbenauwdheid noemen we dat. Dat is nu gestart. Dus wij weten een beetje hoe we ons moeten voorbereiden, natuurlijk. Dat hebben we al in Matthäus 20 gezien. Maar er zijn nog meer voorbereidingen die we moeten treffen. Want. Hoe moeten de 144.000 zich voorbereiden? Nogmaals de vraag. De tijd van het paasje naderde. En weer begaf Jezus zich op weg naar Jeruzalem. In zijn hart was de vrede van volmaakte eenheid met de wil van de Vader. En vol geestkracht spoedde hij zich naar de plaats van offeranden. Maar de gevoelens van geheimzinnigheid, twijfel en vrees maakten zich meester van de discipelen. De heiland ging voor hen uit, en zij waren zeer verbaasd. En zij die volgden, waren bevreesd. Weer riep Christus de Twaalven tot zich. En met een grotere duidelijkheid dan ooit tevoren openbaarde hij hun het verraad en het lijden. welke hem, hen heb ik er tussen gezet, wachten. Dus ook die 144.000 kunnen dat verwachten. Het belangrijkste wat hier dus staat, in zijn hart was vrede van volmaakte eenheid met de wil van de Vader. En vol geestkracht, spadregen, spoedde hij zich naar de plaats van offeranden. De 144.000 moeten in volmaakte eenheid in Christus zijn. Gerechtigheid door geloof. Zo ontzettend belangrijk op dat moment. Wilt u staande blijven tot aan het einde? Van de zesde plaag willen we de hele jacobs dus doorgaan, en willen we dus ook Gods evangeliewoord kunnen en mogen verkondigen, is dat de vereiste volmaakte eenheid samen met God de Vader en Jezus Christus natuurlijk, door de Heilige Geest en met de Heilige Engel. En daarom heb ik daar ook hen achter gezegd, want ons. U en mij, mochten we erbij zijn, dat blijft nog altijd een vraagteken. Zullen wij in die tijd een verraad meemaken? Daar worden we niet blij van. En daar moeten we wel op voorbereid zijn. Vandaar nog een stuk voorbereiding voor diegenen die de luide roep ook gaan brengen. Vertelt de Heer ook op dat moment. Zie we hier de geestelijke net wat we hebben gelezen. Het is noodzakelijk voor Gods laatste gemeente om geheiligd te zijn voor de spadering. Lees zondagswet. En waar staat dat dan? Een heleboel mensen vragen zich altijd: "Ja, ja, dat horen we wel elke keer, maar waar staat dat?" Dat staat in de eerste geschriften bladzijde 77, Nederlandse uitgave. Ik zag, let op, dat niemand deel kan nemen aan de verkoeling Tenzij hij, of zij dus, eerst de overwinning behaald heeft over iedere lievelingszonde. Dat is duidelijke taal. Over hoogmoed, zelfzucht, liefde tot de wereld en over ieder verkeerd woord en iedere verkeerde daad. Dus zelfs de daad wordt opgelet. Wij moeten dus nader en nader tot de Heer komen. En ernstig die voorbereiding zoeken. die ons in staat zal stellen. om staande te blijven. in de slag van de dag des Heeren. Slag van de dag des Heeren. heeft dus ook vooral met Armageddon te maken. Laat ons eraan gedenken. dat God heilig is. en dat alleen heilige wezens. ooit in zijn tegenwoordigheid kunnen verkeren. Want wat staat er in 1 Peter 1, vers 16? Zijt heilig, want ik ben heilig. Juist die twee versen, ook in 1 Petrus 1 vers 15 ziet u dat nog een keer. Zo ontzettend belangrijk. Zijt heilig, want ik ben heilig. Anders kunt u nooit in eeuwigheid bij Jezus Christus in die tempel leven. Moet u goed verstaan. U moet er zo nauw contact met Jezus Christus hebben... dat die verzoekingen die continu op u afkomen... Verraad wat op u afkomt. Dat kunt u aan. Waardoor? Omdat u in Christus leeft. Zo belangrijk is het voor die laatste generatie. Om door die Jacobsbenauwdheid heen te komen. Dus we gaan heel goed begrijpen. Daar heeft God ook voorzieningen voor getroffen. Als u, mocht u, dankzij de genade van God. Dat geheiligde leven leiden voor de zondagswet. ...voor de spaardregen, dan gaat God ook u de spaardregen schenken. Dat is het, hè? Juist voor Gods laatste gemeente, de Laodizende. De waarheid zal na de zonneswet, spaardregen, triomferen. Want hoe zal dat natuurlijk gaan? We hebben telkens gezegd, zijn maar weinig jaren, hoogstwaarschijnlijk... ...wat we telkens zien, suggestief nog, natuurlijk, telkens, maar... We begrijpen echt wel dat het dan geen 100 jaar meer duurt. Omdat die crisis enorm zal zijn. Dat hebben we allemaal gehad en gelezen. Dus die spaardereen zal triomferen. Laten we eens kijken. Hoe wordt er over geschreven door E.G. White? Weer uit de eerste geschriften. Mij werd getoond dat de waarheid die niet verkondigd wordt, zal staande blijven. Omdat het de waarheid voor de laatste dagen is. Deze waarheid zal leven en in de toekomst zal er minder over gezegd behoefte worden. Geen eindeloos aantal woorden behoeft op papier gezet te worden om te rechtvaardigen wat uit zichzelf spreekt en uitblinkt in duidelijkheid. Waarheid is recht uit, eenvoudig, duidelijk en staat vrijmoedig op tot zelfverdediging. Maar dit is niet het geval met dwaling. Die is zo krom en verdraaid dat er een menigte woorden nodig zijn om hem, dus die dwaling, in zijn verdraaide vorm te verklaren. Is dat niet geweldig? Natuurlijk niet het laatste, dat mag wel duidelijk zijn. Maar geen eindeloze aantallen woorden behoeft op papier gezet te worden om te rechtvaardigen wat uit zichzelf spreekt en uitblinkt in duidelijkheid. Dus wij zien dat God gaat helpen. Wij zien nu heel duidelijk dat we soms heel veel moeten vertellen aan mensen. En we denken soms wel, ze begrijpen het nog niet. Hoe kan dat nu? Waarom ze dat niet begrijpen? Dat is dan niet meer nodig. Dan triomfeert Gods waarheid juist na die zondagswet. Door die spadering die gekomen is: A, op Gods oprechte kinderen die in de Laude die zitten. Maar ook op God's oprechte kinderen, die in die Babylonische kerken zitten. Dus, dat zal geweldig zijn. Die tegenstellingen zullen natuurlijk ook enorm zijn. Aan de ene kant worden er allemaal mensen gered. En die gaan er helemaal voor, want die willen Jezus Christus ook ontmoeten. Op de wolken des hemels. Maar, let op: er is iets bij dat God daarin meewerkt. Dat zijn niet de oprechte kinderen die uit de Laude Zee gemeente komen, die 144.000 die dat allemaal doen. Natuurlijk zijn ze werkzaam voor God op dat moment en werktuigen voor God, maar God werkt heel in het bijzonder mee door die spaderen. En dat vindt u hier juist ook in dit citaat. En dan gaan we naar deze inleiding, naar het eerste vers. Matthäus 21, vers 1. Laten we eens kijken wat de Heer hier heeft te zeggen. Of beter gezegd, ze kwamen hier ergens aan. En als zij nu Jeruzalem genaakten, ze komen bij Jeruzalem. En gekomen waren te Betvage, aan de Olijfberg. Toen stond Jezus twee discipelen, zeggende tot hen. Weer bepaalde punten komen hier naar voren. Hier wordt de olijfberg weer genoemd, wat Jezus Christus na de duizend jaar. Maar ook nadat hij was opgewekt en veertig dagen en nachten hier nog op deze aarde was. En toen opgestegen is ten hemel, maar ook na de duizend jaar. Ook weer op zal verschijnen. Hierdoor weten we dat er een belangrijke periode is afgesloten, maar ook begint in Jezus leven. We gaan ook op. Naar het Nieuwe Jeruzalem, in de tijd van het einde. Het beloofde land, dat ligt natuurlijk dan ook vlak voor ons. We lezen dat Jezus hier zijn discipelen zond om een opdracht voor hem te vervullen. En mogen weten dat dit ook bij de 144.000 zal gebeuren, op het moment dat de zonswet zal worden afgekondigd. Bent u een van die twee? Discipelen, 144.000, heb ik er natuurlijk tussen gezet. We kunnen hier als het ware een indeling maken in de Bijbel. Omdat hier de tijd van het lijden begint. Het missiewerk van Jezus, die 3,5 jaar, wordt afgesloten. En we kunnen ook stellen dat het missiewerk van godsoprechte kinderen, die in die laodicee gemeente zitten, die heel veel onderzocht hebben, die het. Laatste licht ook nog tot zich hebben genomen, op een bepaald moment afgesloten wordt. En dan begint er iets nieuws voor hen. Hetgeen wat ze geleerd hebben, hoe ze in karakter geworden zijn, moeten ze dan uitdragen. Exact hetzelfde moment. Want Jezus zond twee discipelen weer. U zult begrijpen, dat moeten haast Johannes en Jacobus zijn geweest, zou ik bijna zeggen. Ja, toch? Maar daar kunnen we voor de rest over speculeren, maar het is. Wel heel typerend dat de Heer Jezus weer twee discipelen zond. Dus hou daar rekening mee: de uitzending van de 144.000 is al vernoemd in het eerste vers. En dan heeft de Heer iets te zeggen. In vers 2 van Matthäus 21. Gaat heen in het vlek, dat is een dorp, dat tegenover u ligt. En gij zult terstond een ezelin gebonden vinden en een veulen met haar. Ook weer twee dieren. ontbind ze en breng ze tot mij. Wat de discipelen, de 144.000 van Christus, moeten doen, is ontbinden van de ezelin met het veulen. Laten we eens lezen. Want van nu aan zullen er vijf in een huis verdeeld zijn. Dus gebonden in of over Gods Woord. Drie tegen twee en twee tegen drie. De vader zal tegen de zoon verdeeld zijn en de zoon tegen den vader, de moeder tegen de dochter en de dochter tegen de moeder, de schoonmoeder tegen haar schoondochter en de schoondochter tegen haar schoonmoeder. En hij zeide het ook tot de scharen: wanneer gij een wolk ziet opgaan van het westen, terstond zegt gij lieden, er komt regen, let op, spade regen. En het geschiedde al zo. En wanneer gij den zuidenwind ziet waaien, zo zegt gij, er zal hitte zijn en het geschieden. Even ertussenover, gaan we straks verder in de vervalziet. U zult begrijpen, dit is niet zomaar iets gezegd van de Heer. Een wolk ziet opgaan. Dus als wij de hemel aanschouwen, begrijpen we heel veel. Maar wij moeten toch ook Gods woord gaan begrijpen. Dat er regen komt, de regen komt. Want deze teksten die horen natuurlijk bij elkaar met wat Jezus toen deed. In Jeruzalem binnenkwam. Dus hou daar goed rekening mee. Met al die teksten die daar spelen. Dat dat vooral weer te maken heeft in onze tijd. Ook in die andere evangelie. In dit geval dus in Lucas. En dan gaan we nu verder lezen wat Lucas meer zei. Dan ga ik eens wat invullen voor u. Jezus spreekt hier een profetie uit voor de eindtijd. Dat, dat zijn we met z'n allen nu wel achtergekomen, volgens mij. Lucas gaat verder. Dus Jezus zegt meer. Gij geveinsden, dat betekent huichelaars. Het aanschijn der aarde en des hemels weet gij te beproeven. En hoe beproeft gij deze tijd niet? Juist de eindtijd met de inzichten in de profetieën en alles wat er om ons heen gebeurt. Dat ziet u, de schelen afgedrukt, heb ik het er persoonlijk ertussen gezet. Dus let nu op, we moeten dat toch gaan begrijpen. En waarom oordeelt gij ook van uzelf niet? Wij kunnen ons niet op anderen, familieleden en op kerkgangers beroepen. Dat kan niet. Het geen recht is. Dus let nu niet op andere mensen. Let op wat er om u heen gebeurt in het woord. We zijn volledig verantwoordelijk voor onze eigen rechtspositie. Voor God. Door de keuze die we in deze eindtijd maken. Daarom zegt de Heer ook: ze zullen allemaal tegen elkaar opstaan. Dat hebben we net gelezen. Moeder tegen dochter en schoonmoeder tegen schoondochter. Want als gij heen gaat met uw wetere partij voor de overheid. Velen zullen voor rechters gedaagd worden om Gods woord dat is tweeledig, is dat bedoeld, zo doet naastigheid op den weg om van hem verlost te worden. Uit het oordeel. Want natuurlijk, ook die 144.000 worden aangeklaagd. En let op, weet waar u aan begint. Opdat hij, Gods oprechte kinderen, de 144.000, misschien u niet voor den rechter Jezus Christus trekken. En de rechter u den gerechtsdienaren overleveren in de duizend jaar, let op, en de gerechtsdienaar u in de gevangenis werpen, goch maar goch. Ik zeg u, gij zult vandaar daar geen zins uitgaan, niet als kind ontvangt, dan niet ingaan, Marcus 10 vers 15, leest u die teksten nog even bij, totdat gij ook het laatste pensje betaald zult hebben. Wat lezen we met z'n allen hier heel duidelijk? Dat Jezus Christus ons nogal iets heeft te vertellen. Juist ook in Lucas 12. Want die hoort bij Matthäus 21. Daarom hebben we die toegevoegd. Juist in die eindtijd. Pas nu op. Weet de tijd te herkennen. Zie wat om u heen gebeurt. Want als u heen gaat met die wederpartij Naar de overheid, naar de rechters of wat dan ook maar. En u klaagt de 144.000 aan. Dat komt wel eens heel anders uitpakken voor u. Begrijpt u? Wat de Heer Jezus hier zeggen wil. Een waarschuwing. Ook juist voor die scharen. Die ook bij die blinden. Matthäus 20 aanwezig waren. Dus let op dat u niet voor de grote rechter Jezus Christus gedaagd wordt. En hem tegenwerkt. Juist in die tijd van het einde. Want dat wat hiermee bedoeld. Al met al heel duidelijk wat de Heer ons heeft te vertellen. Heel duidelijk vinden we dus ook in. De andere drie evangelieën. Terug waar wij op moeten letten. En zo heb ik nog een tekst voor u uit een andere evangelie. Weer uit Lucas' evangelie, maar nu. Vanuit hoofdstuk 9. Laten we eens lezen. Een les voor de luidroep door Christus. Hier hebben we die tekst even toegevoegd, zoals je ziet. En hij zei het tot hen: Zo wie dit kinderken ontvangen zal in mijn naam, die ontvangt mij. En zo wie mij ontvangen zal ontvangt hem die mij gezonden heeft. Want die de minste onder u allen is, die zal groot zijn. En Johannes antwoordde en zeide, Meester, wij hebben een gezien die in uw naam de duivelen uitwierp. En wij hebben het hem verboden, omdat hij u met ons niet volgt. Jezus zeide tot hem, Verbied het niet. Want wie tegen ons niet is, die is voor ons. En het geschiedde, als de dagen zijner opneming vervuld werden, ziet u, we zitten dus vlak in die eindtijd, zo richtte hij zijn aangezicht om naar Jeruzalem te reizen. En dat klopt, daar hebben we het nu over. En hij zond de boden voor zijn aangezicht, en zij heengereisd zijnen kwamen in een vlek, een dorp dus, der Samaritanen, om voor hem herberg te bereiden. En zij ontvingen hem niet omdat zijn aangezicht was als reizende naar Jeruzalem. Als nu zijn discipelen, Jacobus en Johannes, dat zagen, zeiden zij, heren, wilt gij dat wij zeggen dat vuur van de hemel nederdalen en deze verslinden, gelijk ook Elias gedaan heeft? Maar zich omkerende bestrafte hij hen en zeide, gij weet niet van hoe danig geest gij zijt, Juist dus Jacobus en Johannes. Want de zoon des mensen is niet gekomen om der mensen zielen te verderven, maar om te behouden. En zij gingen naar een ander vlek. Een enorme les weer voor die laatste werkers van de Heer. Ja, de Jacobus en de Johannes. De 144.000. We zien dus dat wij. Werken moeten zoals God het heeft bedoeld. Gij weet niet van hoe danige geest gij zijt. We moeten dus goed opletten in wat voor geest wij zijn. Dat zegt God tegen u en tegen mij, mochten we de laatste werkers van Jezus Christus zijn. Want de dagen waren vervuld, Dat hebt u heel goed gelezen. Dus let op voor uzelf hoe u bent. Een les voor de luide roep. Door Christus. Aan u en aan mij gegeven. En dan kunnen we natuurlijk met z'n allen stellen: hoe moeten wij dan in dit leven staan? En het bijzondere is dat zuster White daar weer iets over geschreven heeft, natuurlijk. En daar leren wij weer van. Jezus Christus zegt iets in zuster White, schrijft ook weer over dat voorval. Laten we eens lezen. Hoe moeten de 144.000 staan ten opzichte van Gods? Kinderen, gods oprechte kinderen, die uit Babylon moeten worden geroepen? Wensde om bladzijde 423. De Samaritanen weigerden Jezus te ontvangen omdat hij op weg was naar Jeruzalem. Jacobus en Johannes, de boodschappers van Christus, ergerden zich zeer aan de belediging hun Heeren aangedaan. Ergens wel logisch, maar pas op. Zij kwamen tot Christus en verhaalden hem de woorden van het volk en vertelden hem dat zij, dus de Samaritanen, zelfs geweigerd hadden hem voor de nacht onderdak te verschaffen. Zij menen dat hem een verschrikkelijk onrecht was aangedaan. En daar ze in de verte de berg Karmel zagen, waar Elië de valse profeten had verslagen, zeiden ze: Wilt gij dat wij zeggen, dat vuur van de hemel Dalen en deze verslinden. gelijk ook Elie gedaan heeft. zij waren verbaasd. toen zij zagen dat hun woorden Jezus pijn deden. En nog verbaasder. waren ze. toen ze zijn berisping hoorden. Het moet ons pijn doen. dat staat hier. Het moet u en mij pijn doen. mochten we bij die groep zijn om die luidroep te brengen. Als we zo omgaan met Gods genade voor de mens. Want God is gekomen om te redden en niet om te verdelgen. En dat moet ook het motto zijn. Wat ik het zomaar werelds proberen uit te drukken. Onze gezindheid zijn, Bijbels uitgedrukt. Hoe wij straks staande zijn tijdens die luide roep. Dus niet veroordelend met vuur uit de hemel. Om mensen te vernietigen? Zeker niet. Maar om te genezen en in het bijzonder natuurlijk geestelijk te genezen. Dus wij begrijpen hoe Jezus ons zendt en hoe wij moeten zijn en wat voor hoedanigheid. Matthäus 21 vers 3 En indien u iemand iets zegt, zo zult gij zeggen dat de Heere deze vernoden heeft. En hij zal ze terstond zenden. Dat ging dus om die twee dieren. Die ezel met dat veulen daarbij. In de tijd van de luidroep zal er geen gebrek zijn aan financiële middelen om Gods werk te voleindigen. Want er werd hier wel iets geroepen. Dieren in dit geval. Dus middelen werden geroepen. En dat staat ook weer in de geestelijke profetie. In dit laatste moment, voordat dit werk wordt afgesloten, en daar bevinden we ons nu in, zullen er duizenden blijmoedig op het altaar gelegd worden. Geld is dit. Mannen en vrouwen zullen het als een gezegend voorrecht beschouwen om aan het werk deel te nemen, om mensen voor te bereiden op de grote dag van God te kunnen staan. En zij zullen dan honderden dollars even geven. Als zij er nu één geven. En dat was in die tijd geschreven. De geldwaarde is nu een twintigste deel van wat het toen was. Dus we spreken niet meer over honderden dollars. Maar duizenden dollars. Zullen ze even grif geven als zij er nu één geven. Juist in die tijd van die luidroep. Dus u zult begrijpen: alles kan ingezet worden. Media kan ingezet worden. Van alles. Kan met die geldmiddelen gedaan worden. om Gods oprechte kinderen te roepen. De vergelijking met die veulens. Want die werden vrijgegeven. Die ezel en die veulen. Vindt u niet het prachtig dat u dat zo weer terugleest. in die geestenprofetie? Het staat er perfect in. En u weet. als het om geld gaat. Hè? Oei. Ik leg hem nogmaals aan u voor. Want u ziet hier de persoon zitten. U ziet het aan het gezicht: geld, geld, geld. Waar ligt voor velen het probleem nog steeds? Geld is de wortel van alle kwaad. Ook voor het onwedergeboren hart na de doop. En dat is heel ernstig, maar het is een feit. En u bent zelf degene die dat op kan en moet los. Samen met de Heer. Dat kunnen wij niet voor u doen, dat kan ik niet voor u doen. Dat kan niemand anders voor u doen dan uzelf. En hoe zitten mensen vast aan dat geld? En u zult begrijpen: als die eindtijd aanbreekt, dan is er nog maar één ding nodig. En dan is er nog maar één ding wat u beveiligen kan. En dat is geen geld. Dat blijkt dan wel. En een heleboel mensen die kunnen nu nog hun eigen ik, want dat heeft het mee te maken met het op het offerblok leggen. En dus hun geld ook. En straks misschien helemaal niet meer, want dan is het te laat, te laat, te laat. Dus hou daar rekening mee voor uzelf. Dit zijn natuurlijk allemaal geschiedenissen die er niet zomaar staan. Dat moeten we toch telkens erkennen. Want er is nog iets meer gezegd. Laten we eens kijken. Matthäus 21, vers 4 plus 5a, even bij elkaar genomen. Dit alles nu is geschied, waar we het hier over hebben, opdat vervuld worden hetgeen gesproken is door den profeet, zeggende, zegt der dochter Zions. Dit alles nu is geschied, opdat wij, dat heb ik er zelf weer tussen gezet, dat ziet u, wij hieruit kunnen verstaan dat alles nogmaals vervuld wordt. Hetgeen gesproken is door de profeet, E.G. White, zeggende, zegt der dochter Zions. De zevende dags advertistengemeente, Laodicea. Altijd wordt Gods oprechte volk in de Bijbel gezien als Zion, of als overblijfsel. Leest u deze teksten nog maar eens door, zoek ze eens op. Lees al de profetieën van het Oude Testament in het licht van Zion, dat dit het uitverkoren volk van God is, tot in eeuwigheid. Daar moeten we natuurlijk wel continu rekening mee houden dat ook in het Oude Testament, bij de profetieën, Jeremia, Jesaja, vult u het allemaal maar in, Micha, Joel, u hebt een paar teksten gekregen hier, dat continu Zion wordt genoemd. En dat 80% van het Oude Testament, in bijzonder de profeten, spreken we dan over, voor onze tijd is geschreven. Dus dan zult u dat ook heel nadrukkelijk weer terug zien komen. En ook dat hier zegt, der dochter Zion wordt hier over gesproken in Matthäus. Dus we weten dat de Heer ons iets heeft te vertellen in die tekst. Want wat staat daar? Zie, uw koning komt. Matthäus 21, vers 5. U zachtmoedig en gezeten op een ezelin en een veulen zijnde een jong, ener, jukdragende ezelin. Een ener betekent geen jukdragende ezelin. We zien hier weer twee dieren, een ezelin en haar onbereden en rijn veulen. De eerstelingen, komt daar weer in terug. Beiden ten dienste gesteld van Jezus Christus. Dus tijdens de luide roep. Ik zag dat God oprechte kinderen heeft onder de naamadvertisten en de gevallen kerken. Let op wat er staat, naamadvertisten en de gevallen kerken. En voordat de plagen uitgestort worden, zullen predikanten en leden opgeroepen worden om deze kerken te verlaten. En zullen zij de waarheid met blijdschap aannemen. Dus vlak voordat de plagen... Uitgestort worden, ziet u hier staan. Maar allen die het aannamen, ontrokken zich aan de wereld en sloten zich nauw aan een. Leest u deze twee teksten maar eens op deze bladzijde. Dus het is heel belangrijk dat ze zich gaan aaneensluiten, nauw aaneensluiten. En juist naamadvertisten, kerken en gevallen kerken, die zullen Uittreden. Dat wil niet zeggen dat Gods gemeente valt, want Gods gemeente blijft staande in de vorm van Gods oprechte kinderen. Hè? Dat is Gods gemeente dan. Dus die blijft op deze aarde aanwezig. Maar naamadvertisten en gevallen kerken, die zullen uittreden. Dat zult u allemaal gaan zien natuurlijk, want Suster White heeft dit allemaal heel nadrukkelijk geschreven voor ons, dat we dat ook heel goed gaan verstaan met z'n allen. Dat er. Enorme dingen staan te gebeuren. Wat zullen we dan zien met z'n allen? Er zullen zich twee groepen aaneensluiten om de luide roep te verkondigen. Want dat wordt hiermee bedoeld. Juist ook met die twee dieren kunnen we dat ook weer in verband brengen. Dus belangrijk, hou er rekening mee, die eerste leen En die oudere, het oudere dier. We hebben het over een... Een ezelin. Dus de eerstelingen worden uit Gods gemeente geroepen. En de anderen uit al die andere kerken. En zoals u zo begrijpen, de Sarduskerk, is wel interessant om te weten. En ook de Tietier gemeente, die zich daar afgespeeld heeft, is ook ouder dan een Veulen. Is ook ouder dan de Philadelphia gemeente. Ziet u de verbanden, het leesverband? Dus die oude. Ezel, Ezelin, mag duidelijk zijn. Die heeft te maken met die charterukemene omgeving. U zult misschien zeggen, ja, 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 misschien een beetje ver gezocht, maar we zien wel dat daar verbanden liggen. En daar gaat het natuurlijk om. Want het ene verband is natuurlijk altijd duidelijker als het andere. De ene is heel sterk en de andere wat minder sterk. Maar als u veel Bijbel onderzoekt en dit heel goed gaat lezen, dat u doorlaat drinken, dan zult u dat ook beter gaan. Kunnen onderscheiden. En dan gaan we weer even naar een toevoeging. Toevoeging van Marcus en Lucas. Hoe zit dat precies? Laten we eens, eens lezen. In Marcus 11, vers 4 en 5. En zij gingen heen en vonden het veulen gebonden bij de deur. Buiten aan de wegscheiding. En zij ontbonden hetzelfde. En sommigen van degenen die al daar stonden, zeiden tot hen: Wat doet gij dat gij het veulen ontbent? Ziet u wel. We moeten ontbonden worden. En we hebben net gelezen dat velen gebonden waren. Met moeders en schoonmoeders en dochters. En... Dus duidelijk dat dat hier heel veel mee te maken heeft. En zij zeiden, de Heer heeft het van nodig. Lucas 9, vers 34. Dus alles wat de Heer van nodig heeft, komt daar ook. Beslissingen in de eindtijd hangen samen met liefdadigheid die wij in de praktijk brengen. Christus waardeert elke daad van barmhartigheid alsof die tegenover hem gedaan is. Dus niet tegenover de 144.000 of diegenen die de luid roep brengen of die daarmee bezig zijn, nee, tegenover hem gedaan is. Hoe velen zijn nog gebonden in deze wereldkerken en moeten en zullen nog ontbonden moeten worden van hun geld en goederen? En niet te vergeten, vervalste leer. Want daar draait het natuurlijk nog om. En u zult begrijpen dat dat alles met ontbinden te maken heeft. Dus let op waar wij hier over spreken en waar we hiermee bezig zijn met z'n allen. Dus een belangrijk item wordt hier onthuld. De belangrijke profetieën worden hier onthuld. Dat u gaat inzien, onvoorstelbaar. Wij moeten wel erg voorzichtig zijn met hoe wij de laatste profetieën ook afkeuren. Want een heleboel mensen willen dit misschien helemaal niet horen. Ze zeggen, oh, dit, klopt, dit klopt allemaal niet, oh, dat klopt niet. Hebben ze de rest nog niet eens gezien? Dan ze zeggen ze, stop er maar mee. Ja, maar let op, let op, er komt nog veel meer aan. En als je die waarheden niet geestelijk gaat interpreteren, laat ik het zomaar even stellen, zoals Paulus dat ook zo duidelijk zegt, ...niet geestelijk verstaan kan worden... ...een ongeestelijk mens kan dat niet verstaan... ...dan hebt u natuurlijk al een probleem... ...want dan gaan we eens verder met het volgende versen... Matthäus 21, vers 6 en 7... ...en de discipelen heen gegaan zijnde... ...en gedaan hebbende... ...gelijk Jezus hun bevolen had... ...en dat moeten wij ook... ...brachten deze de in en het veulen... ...en legden hun klederen op dezelfde... ...en zetten hem daarop. ...wij moeten ook doen... Wat Jezus ons bevolen heeft, door Hem groot te maken voor de mensen, zetten Hem daarop. Door onze bevlekte klederen, onze besmeurde karaktergezindheid aan Jezus te geven, let op, voordat Hij de poort binnenrijdt, want toen is dat gebeurd, in Jeruzalem, voordat de genade deur dicht gaat. A, voor naam, zevende dagsadvertiesten. Naamadvertisten, kunt u ook zeggen, bij de zondagswet. En B voor de naam-christenen, bij de eerste van de zeven plagen. Dus voor de zondagswet, voor de, de naam-advertisten, nogmaals. En voor de eerste plaag, voor de naam-christenen. Dan hebben we die indeling ook weer een beetje gemaakt met z'n allen. U zult begrijpen dat de Heer ons. Gigantisch veel heeft te vertellen. Het is gewoon prachtig mooi om dat allemaal in die verbanden te zien. Vindt u niet? Ik geniet daarvan. En hoe verder we in de tijd komen, hoe meer we genieten. Want daar komen we ook nog in de tijd van de provincie... die zuster Waid heeft uitgelegd. en die we nog niet in de Bijbel konden vinden. maar die weer perfect aan één En daarom hebben we ook die toevoegingen erbij van Marcus en Lucas. want dat is belangrijk, want die vertellen ons toch nogal weer meer. En een goede Bijbelstudent die gaat dat zien. Die gaat dat achter elkaar lezen. En wij zijn goede Bijbelstudenten en studenten, Dus wij willen ook alles weten. Niet alleen maar wat in Mattheüs staat, maar de totale vier evangelie. Want dan hebben we nog een toevoeging uit Lucas. 9 vers 41 tot 44. Wat staat daar? En als hij nabij kwam en de stad zag, weende hij over haar. Dan ook over de zevenendagsadvertisten, gemeente, Zion. Zeggende: Och, of gij ook het, ook nog in deze uw dag, hetgeen tot uw vrede dient. Maar nu is het verborgen voor uw ogen. Want er zullen dagen over u komen, dat uw vijanden een begraving rondom u zullen opwerpen, en zullen u omsingelen. En u van alle zijden benauwen. En zullen u tot den grond nederwerpen en uw kinderen in u. En zij zullen in u den ene steen op de andere steen niet laten. Daarom dat gij den tijd uw bezoeking. En dat is vanaf 1844 tot de aankondiging van de zonneswet niet bekend hebt. Judah. Jeruzalem en Zion staan allemaal voor Gods gemeente in het Oude Testament. Dus het geestelijke Israël spreken we dan over. En dat de Heer hier ook een mening maakt van wat er tijdens 70 na Christus is gebeurd. en onze tijd. Daar krijgt u straks nog een citaat van mij voor en over. Dus hou daar rekening mee dat Jezus ons ook laat zien en ons ook verteld van let nu op als wij dat verstonden wat over ons kwam. Jezus komt binnen. Jeruzalem binnen. De zondagswet vindt plaats. En u zult begrijpen zoals de heer ook tegen zuster Waid heeft gezegd. Er zullen velen te rusten worden gelegd. Maar er zullen ook vele martelaren zijn. Enorm veel. Dus als wij dat verstonden natuurlijk dan zouden wij er alles aan doen. Waar aan doen? Om... Bij die luidroep, groep, laatste generatie, 144.000 te willen en te kunnen en te mogen horen. Dus al met al is het duidelijk wat hier is gebeurd. Wij kunnen hier heel veel uitleren en uitverstaan. U bent degene die onderzoeken moet, steeds dieper graven moet naar Gods onfeilbaar verlossingsplan. Tot zover is deel 1. We gaan natuurlijk straks verder met deel 2. Leren we nog weer meer nieuwe teksten te analyseren ten opzichte van de 5e ten opzichte van de 7e hervormingsperiode. Ik zie u graag dan ook weer terug bij deel 2 bij Zijn boodschap in de provincie, verdieping 1, de vier evangelie met het namen hoofdstuk 21. Graag tot straks.